In Leiderdorp is het schooltuinseizoen weer gestart. In totaal hebben 333 kinderen dit jaar een schooltuintje. De leerlingen van basisschool De Regenboog gaven donderdag de aftrap. Wat we hier doen is de kinderen van groep 6 de late schooltuin nieren. Dat betekent dat we ze van het begin af aan leren dat een tuin schoon en zonder onkruid moet zijn. En dat ze dus voldoende water moeten geven, want anders groeit het niet. Het is ontzettend belangrijk dat we educatie geven op het gebied van de natuur. En voor de kinderen zelf is het vooral een leuke en leerzame ervaring. Nu ik er voor het eerst ben, vind ik het best wel spannend en ik vind het ook best wel leuk. Soms vind ik het wel dat ik denk van ja, ik ga geen mest in mijn handen doen of zo. Ik vind het heel leuk om te doen en we gaan straks ook aardappels planten en tuinkers. En dat vind ik wel leuk, want ik hou van aardappels. Wethouder Angelique Beekhuizen liep voorop tijdens het paadjes trappen. Ik vind het heel belangrijk dat ze dat leren, omdat kinderen soms toch de idee hebben dat ze maar de groenten uit de supermarkt komen of uit de fabriek soms. En het is toch heel belangrijk om te weten, ja, dat die plantjes gewoon groeien en hoe dat dan gaat. En het is ook belangrijk om dat proces mee te maken, denk ik, van groeien en van verzorgen en hoe je daarmee omgaat. Dus dat vind ik heel erg belangrijk, ja. En allemaal zo enthousiast. En ieder kind heeft zijn eigen manier om ermee om te gaan. Het is gewoon heel erg leuk om te zien hoe ze reageren. De een is heel ingetogen, gaat heel voorzichtig te werk. En de ander die gaat gelijk stevig aan de gang. Dat is echt onwijs leuk.